Het geschil omtrent de opvolging en benoeming van een Gramang der Sarmakaners duurt voort. Door verschillende groepen zijn er drie kandidaten voorgedragen, te weten kapitein Frans Banai, kapitein Nasse Amina en kapitein Albert Aboikoni. In een schrijven aan de pers heeft de Machau-familie aangegeven dat gesprekken die zij met de Banai-groep voerden gesprongen zijn. Volgens de schrijvers is het niet gelukt om tot goede afspraken te komen. De Banai-groep houdt stevast aan haar voordracht voor Banai. De Machau-familie zegt dat er op 4 juni een Krutu is gehouden, waarbij de ruim 300 deelnemers uit de leefgemeenschappen in de directe omgeving van de residentie van de Gramang zich unaniem hebben uitgesproken over Nasse Amina. De groep Banai heeft intussen een Liba Krutu gepland op zondag 18 juni te Pokigrong. Volgens Basha Sakalanga is het bij hun niet bekend dat er enige verwarring is ontstaan. Want we hadden de captain voor Amina groep. We hadden dat de kawang. Dus we hadden de taki alasani. Dan had hij de schrift, we hadden de taksani. Het is voor Akurutu. Dus Akurutu ego door. Akurutu ego door a botopassi. Akurutu botopassi, no offender plaats. Want een man hoort liba Akurutu naar toe dorp. Dus de tak Pokigrong, Akurutego. De tak de kapitein voor Botopassi ook toe tangi, dat de melden dat Akurutu dat de jaren wel, maar die voor Botopassi nego door. Dat noemen we wel voor teje. Dus als aan tak wel verdeel, u no saben. Dus Afrofoland wil niet tegen een takje als samenwerken? Nee, dat noemen we teje. De teje noemen we takje, wangen de. Binnen de kwaal. En aan het systeem dat noemen we. Daarom, wangen de schrift, poten tak wel. Pokigrong, we horen Akurutu. Alleen voor de bevolking moest beslissen. Suma de potagrama. Dus de akroep dat bij actie wel, doen we wel voor. We moesten teken van akkoord. Jiden tak wel na zijn moest daar grama. Maar dat we noemen doen. Want aan we beslissen. Aliba. Bevolking voor samen kan hangen, naar de moest beslissen, suma de one voor trongramma. Aldus Basha Sakalanga. Volgens zijn groep zullen op de Liba Krutu van zondag aanstaande harde standpunten worden ingenomen. De groep is fel gekant tegen de voordrachten van Nasse Amina en Albert Aboikoni. Het laatste woord in deze kwestie is dus lang nog niet gezegd.